een leeg kasteel in Rotterdam op een paar mensen na die de reis hebben gemaakt vanuit Bunschoten, Spakenburg. IJsselmeervogels heeft de punten nodig. Jong Sparta, de beste ploeg van de jongploegen in de Jacks League. Het schotje is er, maar nauwelijks moeilijk voor de doelman Rijk Jansen. Het schot dat daardoor Boudouni wordt gedaan. Heel veel blessures bij de ploeg van de Gunst. De trainer van IJsselmeervogels die moest dus van alles bij elkaar gaan zoeken. Maar dit is Boudouni, Ilias Boudouni. 8e minuut van de wedstrijd. De Fransman maakt er 1-0 van. Ilias Boudouni mag vrijkomen, mag doorlopen. Jansen is geslagen. En toch wel een grote verrassing dat de nummer 17 op voorsprong komt bij Jong Sparta. Buitenhuis. Weer terug naar Boudouni. Het schot is er, maar de redding is er ook van Jansen. Tweede lijn. En dan Martis die de bal niet op doel krijgt. Maar hij is wel gevaarlijk, die Ilias Boudouni in die openingsfase. Sowieso IJsselmeervogels uitstekend in de openingsfase. Twee keer een poging. De laatste was van Hayan, maar de eerste van deze Boudouni. En die gaat er weer niet in. Verreweg de gevaarlijkste aanvaller bij IJsselmeervogels in de eerste helft. Ilias Boudouni. En wat kan Sparta dan? Dat gaat zoeken met onder andere Brouwers die het balbezit heeft. Daar is de kans voor Tahiri. Rakelings naast het doel van Jamie Schaap, de doelman van IJsselmeervogels. Afaker uit de tweede lijn. De vuisten van Schaap. Daar is de voorzet. Rosheuvel en uiteindelijk Buitenhuis die opruimt samen met Christos Ibrahim. Roorda, coach van Jong Sparta, ziet dat het niet goed gaat met zijn ploeg. Die moeite heeft om het spel te dicteren. Scholte, voorzet is goed. Maar de kopbal is niet zo goed van Jason Meerstad. Gaat over het doel van Jamie Schaap. En zo leidt IJsselmeervogels nog altijd met 1-0. Jamie Schaap, goede paas. Kan alleen niet meegenomen worden door Boudouni. Overname van Afaker. Afaker, wordt die bal daar aangeraakt? Nou, het lijkt erop. Het is in ieder geval 1-1. En dat op slag van rust, 44e minuut. Notabene de man die volgend seizoen bij IJsselmeervogels speelt. Aangeraakt volgens mij door Rosheuvel. En dan zorgt hij voor de 1-1 gelijke stand. De nieuwe doelman in de tweede helft bij IJsselmeervogels. Schaap geblesseerd, kan niet verder. En dus Julian Prinsen is zijn vervanger. 20 jaar, vrije trap. Was overigens van Patrick Brouwer van Jong Sparta. Daar Prinsen, met moeite. Viel al een aantal keren eerder in. Dat was geen groot succes. En het schot uit de tweede lijn van Afaker gaat dan over het doel van Prinsen. Afaker heeft toch wel een clausule in de overeenkomst met IJsselmeervogels. Dat mocht een BVO komen, dat hij daarna naartoe kan. Daar is hij weer, de smaakmaker bij Jong Sparta. Afaker, maakt hij het af? Nee, Prinsen. En uiteindelijk dan in tweede instantie toch de goal. De goal voor Patrick Brouwer. 56e minuut. Afaker leidt alles in. De redding is van Prinsen. Maar dan geen Buitenhuis en Martis op de lijn die die bal tegen kunnen houden. En dan Jong Sparta op de 2-1. Vogels wordt in deze fase van de wedstrijd een beetje overlopen door de Spartanen. Scholte, goede combinatie. Daar Tahiri. Alleen, hij maakt het niet af. En ook uit de tweede lijn, Scholte vindt alleen maar doelman Prinsen. Sparta is dan veel beter, maar IJsselmeervogels recht terug en komt terug in de wedstrijd. Kans voor Buitenhuis. Jeffrey Buitenhuis, daar had meer in gezeten. Maar richt te hoog. Scholte. Paas is naar de invaller. Veel wissels in het verloop van deze wedstrijd. Daar is de paas, die is goed. Van Brouwers. En dan uiteindelijk de grote kans die er niet ingaat. Het was Rosario die daarvoor de bal kwam. IJsselmeervogels met een laatste poging. De Braal is in de ploeg gekomen. Rosheuvel, geen goede voorzet. Bal voorlangs en ook Buitenhuis kan er niet bij. En zo wint Jong Sparta met 2-1 voor IJsselmeervogels. En staat de Gunst weer met lege handen. En deze zijn vol van Geert Arend Roda met punten.
Wat een verschil met de afgelopen zaterdag was dit, Gert-Peter? Ja, dat was een wereld van verschil. Ja, zaterdag hebben we niet gevoetbald. En zijn we als team echt door de ijs gegaan. Uit elkaar gevallen, noem ik dat dan. En vandaag ben er weer een paar kwijt. En je moet wat improviseren. En eigenlijk gewoon gezegd van ga nou gewoon voetballen en elkaar inspelen en durf gewoon en durf ballen te vragen. Nou, dat hebben ze gedaan. Want van de week hebben we even met elkaar gezeten en toen het probleem is kansen creëren. Nou, ik weet niet hoeveel kansen we voor rust hebben gehad, maar echt heel veel. En dus daar was ik echt wel heel, heel erg blij mee. Alleen dat je dan gewoon één moment hebt dat er weer een bal in dwarrelt, dat je denkt van ja, hoe kan het? Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. In de fase waarin wij zitten, ook voor de jongens. Dat zit gewoon niet mee. Als wij met 2-0 voor staan in de rust, ja dan. Ik denk niemand dat die zegt van nou, dat is raar of zo. Dat had ook 3 of 4-0 kunnen zijn. Even, want in de rust ook weer een tegenslag. Jamie Schaap moet eraf en Prinsen moet komen. Nou was die niet de allergelukkigste in de afgelopen weken. Maar nu, vandaag, speelt hij prima. Ja, nou ja, goed, kijk, dat Jamie eraf gaat, dat is ook weer een tik, hè? Hoe je het ook vindt of keert, want Jamie deed het natuurlijk hartstikke goed, ja, ook in het voetbal deed hij het gewoon hartstikke goed, opbouwend, rustig blijven en de vrije man proberen te zoeken, te vinden, deed hij hartstikke goed. Dus ja, hij was eigenlijk net weer terug en ineens hoor ik, ja, Jamie moet eruit. Nou, het mooie is dat Jules... Ja, die heeft ons in de tweede helft gewoon op een aantal momenten gewoon in de wedstrijd gehouden. Die heeft ons echt gered. Want we hebben een fase gehad, werden we gewoon compleet overlopen door Sparta. En dat hebben een kwartier, denk ik, 20 minuten geduurd. En toen kwamen we weer een beetje terug. Weer bij elkaar, wat jongens gewisseld. Sommigen zaten er ook doorheen. Je kan ook nog maar zo 2-2 maken. En het mag even niet zo zijn. Wat voor trainer ben je, Gert-Peter? Ben je iemand die denkt, als we goed blijven voetballen, komen er zeker punten en spelen we ons veilig? Of zeg je, nee, we moeten echt sprokkelen? Ja, je kan sprokkelen op allerlei manieren. Dus kijk, als je kijkt naar die jongens en als je kijkt naar wat er vandaag in het veld staat. Kijk, gelukkig speel je tegen Sparta, maar als je met deze jongens een corner tegenkrijgt in de tweede divisie, heb je al een heel groot probleem. Dus kijk, wij zijn fysiek. Zijn wij een ploeg, die moet het hebben van het voetbal. Want het fysieke geweld van de tweede divisie. Nou, daar op dit moment, hè, want ik mis een aantal gasten die dat wel kunnen. Maar op dit moment is dat gewoon kansloos. Dus ga gewoon lekker voetballen. En dan ga je inderdaad heel veel kansen creëren. Wat de laatste tijd wat minder is. En dat hebben we vandaag gezien. En ik hoop dat ze dat ook zien. En niet alleen maar, god, we hebben weer met 2-1 voor de, ik weet niet hoe vaak, veelste keer weer met 2-1. Dus dat ze er ook wel op de een of andere manier wat uithalen voor hunzelf. Van vertrouwen, van god, maar wij kunnen echt goed voetballen. Weet je? En het kan niet zo zijn dat jij iedere wedstrijd maar tegen... Dat moet ik in mee gaan zetten. Blessures, ja. Dwarrelballen, van richting veranderde schoot. Ik weet het allemaal niet. Maar het gaat echt een keer veranderen.